De lancering van de stichting Pro Business Growth Coalition Suriname heeft plaatsgevonden in het La La Roux gebouw. In dit verband is er een business event georganiseerd met als titel Business Opportunities in Challenging Times. Het doel van de stichting is het bevorderen van het ondernemings- en investeringsklimaat in Suriname. Er is een presentatie gehouden door Siglien Beurleson, oprichter van de stichting en voormalig minister van Handel en Industrie. Zij geeft aan dat de ervaringen die zijn opgedaan en de initiatieven die zijn genomen niet verloren moeten gaan. Volgens Beurleson is deze periode een uitdagende periode, maar juist dan moet men zich erop voorbereiden wanneer het weer goed zal gaan. Wij moeten elkaar ook meer gaan ondersteunen, vooral in deze tijd, meent Beurleson. Zij hoopt dat men ervoor kiest samen met de stichting die stap te maken, want de stichting kan op vele manieren helpen. Op aanvraag ontwikkelen van ondernemerschaps- en bedrijfsverenigingen, coaching, bedrijfsadvies, maar wel met de bedoeling om zo obstakels voor groei weg te werken, om technologie te boosten, om de productie en de productiviteit en het innovatiepeil omhoog te brengen en natuurlijk ook om de bedrijven meer met elkaar te laten samenwerken. Businesses are the backbone of the economy. En wanneer wij zeggen businesses, dan bedoelen we de ondernemers, maar ook allemaal die daarin werken. We hebben een aantal activiteiten ontplooid die een deel waren van verbetering van het ondernemingsklimaat. We hebben zeker gewerkt aan wetgeving. Die wetten die komen nu langzaam aan, worden die tot wet verheven. Loopt een project waarbij ook instituten versterkt kunnen worden rondom die wetten. Dat moet dus ook nog komen. Maar dan is het wel de bedoeling dat iedereen het weet en iedereen getraind is. En iedereen de voordelen daarvan ziet. Daar hebben wij gemeen als stichting dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren. Het doel van dit evenement is het identificeren van mogelijkheden om meer zaken te doen, zakelijke banden te vormen en het belichten van de diensten die zullen bijdragen aan de groei van ondernemingen, zegt Beurleson. Om aan te geven wat onze stichting wil doen, juridische adviezen, waaronder business-to-business contracten, etc. Dat zijn een heleboel. Assisteren bij management, businessplannen, marktstudies, maar vooral ook die markten zoeken. Clustering support, ook awareness, activiteiten waarbij kennis wordt gedeeld. Nou, dit is een deel van een lijstje van alle studies, achtergrondinformatie die in de loop der jaren gedaan zijn, waar eigenlijk al heel veel informatie bekend is. Waar zit het vast? Waar zijn de obstakels en wat hebben we nodig? Ik hoop dat we de vruchten zullen kunnen plukken uit de ervaring die we met z'n allen hebben. Tot zover Siglien Beurleson, oprichter van Stichting Pro Business Growth Coalition Suriname. Zij sprak gisteren tijdens de lancering van de stichting, die gepaard ging met een business event met als titel Business Opportunities in Challenging Times. De lancering is gehouden in het La La Roux gebouw.